Gelijns Begrazingsbeheer is een gespecialiseerd bedrijf wat schaapskuddes en runder inzet voor natuuronderhoud. Wij begrazen in de provincie Noord-Brabant, begrazen wij voor verschillende gemeentes en natuurorganisaties natuurterreinen, stadsparken. Dat doen wij met onze schaapskuddes op een duurzame manier, zodat je op kwetsbare gedeeltes geen zware machines hoeft in te zetten. Dus de schaapskuddes zijn echt instrumenten om een duurzaam stukje natuur aan te leggen midden in de stad. En dat is onze specialisme. Na de begrazing is er een rustperiode. Tijdens die rustperiode laten we het terrein ook gewoon helemaal mooi bijkomen. Door het selectief graasgedrag van de schapen krijg je een heel ander landschap dan dat je normaal gewend bent dat alles vlak en strak ligt. Je creëert ruimtes en je creëert leefgebieden voor soorten die normaal gesproken niet in zulke stadsparken voorkomen. Na schapen zetten wij ook runder in voor natuuronderhoud. De runderen begrazen de grotere natuurterreinen waar ze jaar rond de seizoenen gaan begrazen. Zo creëren wij prachtige elementen in de natuurterreinen met verschillende jaargetijden. De runderen lopen in familieverband, worden buiten geboren. De vrouwelijke dieren blijven altijd in de kudde. De mannelijke dieren, de stieren, worden op een bepaalde leeftijd rond de 7 tot 8 maanden bij de moeder van de kudde afgehaald. Die worden geost en die gaan in een vrijgezellengroep. Ze grazen en groeien op hun eigen tempo, komen niet op stal en zo creëren ze hun eerste taak de natuuronderhoud. Nou, daarnaast, als het dier mooi uitgegroeid is naar een mooi leven in de natuurterreinen, gaan ze met ons mee voor de winkel voor Brabants Natuurvlees. En dat geeft zo'n unieke smaak. Er wordt niks toegevoegd, het is gewoon puur natuur. Zoals de dieren buiten hebben geleefd, dat proef je gewoon terug in je stukje vlees. Dus eerlijker kan het niet, de ruimte hebben ze aan de rijen. Het is gewoon een prachtig beheersvorm en een prachtig iets om zo je dieren te kunnen houden.